Bert Natter, Remington. Dit is het derde boek van Bert Natter. Bert Natter heeft eerst, wat kinderboeken geschreven, leuke boeken. Daarna is hij gaan schrijven voor echte literatuur. En zijn eerste boek was Begeerte heeft ons aangeraakt. Dat vond ik een prachtig boek. Geweldig mooi debuut. Had hij ontzettend goed gedaan. Spannend, geheimzinnig, eigenaardig, een wonderlijk boek. Erg mooi. Zijn tweede boek heette Hoe staat het met de liefde? Dat ging over een boekhandelares die haar erg haar best doet. En dat is ook een heel leuk en grappig boek. Goed verteld, erg goed in elkaar gezet. Die Natter is echt een uitstekende verteller. Dit is nu zijn derde boek, Remington. Het gaat over een man die van zijn vader te horen krijgt, kom alsjeblieft even naar Hamburg en rijd mij van Hamburg terug naar Nederland, want dat kan ik zelf niet meer. Dus de jonge man uit de roman die gaat naar Hamburg, haalt zijn vader op en ze rijden terug naar Nederland. En onderweg hebben ze dan gesprekken met elkaar. En dat wordt allemaal ontzettend aardig en leuk opgeschreven. Ik vind het een beetje bezwaar dat die vader en die zoon het zo goed met elkaar kunnen vinden en zo harmonieus met elkaar omgaan. Want veel wrijving is er tussen die twee niet. En daardoor is er niet veel spanning. Het is wel allemaal leuk wat erin staat. En er staat een ontzettend leuke beschouwing over Schubert bijvoorbeeld, vergeleken met de Beatles. En over het werk van Mondriaan. En het werk van de hoofdpersoon zelf. Dat is een kunstenaar die de raarste dingen maakt. Dat wordt ook allemaal zeer grappig beschreven. Maar een beetje meer wrijving tussen die twee, waardoor het wat spannender zou zijn geworden. Dat zou niet meer staan hebben in dit boek. Maar ik blijf het heel erg leuk vinden. Het enige grote bezwaar tegen dit boek vind ik de ontknoping, de dramatische ontknoping. Die kan ik niet onthullen, want dat kan natuurlijk niet. Je kan de plot van zo'n boek niet onthullen. Maar daar heb ik echt heel erg veel bezwaar tegen. Dat vind ik, dat slaat als een tang op een vark. Dat past gewoon helemaal niet in dit verder tot bijzonder mooie boek.